Maar we zijn bezig om een escape room te maken. Ja, daar kan ik eigenlijk helemaal niks over vertellen. Want ja, als ik dat vertel, dan geef ik misschien wel een geheimprijs. En dat is nou juist niet de bedoeling. Een escape room is, ja, ik zeg altijd, vroeger gingen we met z'n allen bowlen. En tegenwoordig gaan we met een groepje mensen, personeelsuitje of ja, weet je, gezellig met vrienden op stap. En dan kan je een uurtje in een escape room. Dan word je opgesloten. En dan moet je allerlei puzzels maken. En uiteindelijk is het doel om door al die puzzels te maken, dat je uiteindelijk de sleutel van de uitgang krijgt. Nou ja, waar we echt mee beginnen als we zoiets als een spel maken of zoiets als dit, die escape room, is echt de geschiedenis induiken en ja, kijken wat is hier gebeurd of wat is de geschiedenis van zo'n plek. Want daar vind ik het leukste om iets mee te doen. Dus dat is wat we nu ook gedaan hebben. Dit gebouw is het oude koetshuis van Hotel Centraal, wat op de Brink stond, op de plek waar nu de HEMA is. En dat was echt een chic hotel aan het begin van de vorige eeuw. En dit gebouw staat er nog, het hotel zelf helaas niet meer. Maar dat werd al heel snel, dat we dat wisten, werd dat natuurlijk de setting van de escape room. Want dat is natuurlijk ja, geweldige Baarnse geschiedenis waar we heel graag iets mee wilden doen. Nou ja, je moet je voorstellen, in dit geval is de escape room een hotelkamer uit de jaren 20 van de vorige eeuw. Daar word je met een team een uur lang in opgesloten. En in die hele ruimte zijn allerlei aanwijzingen, puzzels, slotjes, sleutels, allerlei dingen te vinden die je kunt gebruiken om er weer uit te komen. Het initiatief is ontstaan uit het feit dat Team Pascal al jarenlang zeg maar, allerlei activiteiten organiseert. We doen fotoshoots, bijeenkomsten, om geld op te halen voor de stichting ALS. Team Pascal is ontstaan voor mijn tijd, rondom Pascal. Pascal die had ALS, die is helaas vorig jaar overleden. Maar we vonden het toch nog wel een goed initiatief om, ondanks dat hij er niet meer is, toch nog een keer geld op te halen met iets heel bijzonders. Dus de escape room. En ja, inmiddels zover dat er al helemaal contouren zijn over hoe het er straks op 6 april uit gaat zien. Allemaal hartelijk welkom heten bij deze opening. De officiële opening bestaat er zometeen uit dat onze burgemeester het eerste team opsluit. Ik heb een keer eerder een escape room gedaan en daar was ik heel enthousiast over. Dus ik ben heel benieuwd wat nu komt waar we tegenkomen. Ik vond die andere heel eng, dus ik hoop niet dat deze ook zo eng is. Die in Bunschoten zeker? Ja, klopt. Die was echt heel eng. Ja. En heeft u dit al een keer eerder gedaan? Ik heb het nog nooit eerder gedaan. Ik weet echt niet wat me overkomt. Dus ik ben nu al aan het rondkijken of ik sleutels zie of iets van codes. Ik wil mijn opschrijfboekje mee, ik wil mijn telefoon mee, maar dat mag allemaal niet. Ik heb gehoord dat gelukkig morgen om 4 uur een nieuwe groep inkomt. Dus één nachtje halen we wel en dan zien we het wel morgen. Of... Ik heb begrepen dat het een hotelkamer is, dus dat komt wel goed. Daarom, hè? Ja. En met faciliteiten, dus het komt goed. Goedenavond. Je bent er helemaal klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Heel goed. Ja. Welkom. Dank u. Zo, gaat u... Ja, u gaat erin. Ja. Zo is het. Dank u wel. Dan, het is een beetje oude lift natuurlijk, dus we doen het wel vlot erop. Ik vind het nu al heel eng. Dus als u wat claustrofobisch bent... Ik was heel laat. Nou, is dat heel spijtig. Zo, ik doe dat goed zo. Ik wens u veel plezier. Dank u wel. Ja, tot ziens wellicht. Dit doet iedereen belangeloos. Maar het is vooral ook gewoon echt leuk om dat met elkaar te doen. En te zien wat er ontstaat. Vanuit eigenlijk, om belangeloos iets te doen. Maar ook om te zien hoe je met verschillende soorten mensen, met allemaal een eigen expertise, toch iets moois neer te zetten. In principe is het zo dat we met deze actie proberen om genoeg geld bij elkaar te krijgen om voor de Stichting ALS op de Weg
om een tandemfiets te regelen, zodat mensen die ALS hebben ook nog langer mee kunnen doen met het gewone leven, zeg maar. En wat daarna komt, komt daarna. We hebben nog wel allerlei plannen. Er zijn nog mensen die de city swimmen gaan doen. Ook weer, daar moet ook weer sponsorgeld voor ingezameld worden. Dus we zullen voorlopig nog wel doorgaan met de acties die we doen. En als er weer een leuk idee langskomt, dan gaan we gewoon weer bij elkaar zitten. En dan gaan we gewoon weer geld ophalen voor het goede doel. Kom. Te moeilijk. Ik zeg gewoon ga. Het enige om het te voelen en te ervaren. Ja, echt. Niet in slaap vallen op bed. Je moet echt werken.